Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 28 september zien we overwegend veel wolken boven Engeland en Ierland en ook in de landen om ons heen. Maar in onze omgeving hadden we nog geluk met geregeld zonneschijn. We hebben wel te maken met een stroming vanuit het westen, dus het gaat allemaal veranderen. De wind die neemt de komende 24 uur toe en er trekt een storing van noordwest naar zuidoost over ons land. Maar in het centrale deel van Europa wordt het weer bepaald door een hoogdrukgebied. En in de Alpenlanden en in het zuidoosten van Europa is het droog en vrij zonnig. Vandaag werd het bij ons 20 tot 22 graden en dat is nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Normaal moet het een graad of 18 worden aan het einde van september. Vanavond ligt de temperatuur rond 17 of 18 graden. De bewolking neemt in de loop van de avond en nacht toe, maar het blijft wel droog. De temperatuur daalt geleidelijk aan naar 14 tot 15 of 16 graden langs de kust. En verder staat er een matige zuidwestelijke wind. Aan zee waait het vannacht windkracht 5. En morgen neemt de wind geleidelijk aan toe. Aan zee komt er een windkracht 5 tot 7 te staan. In de ochtenduren raakt het in het noordwesten bewolkt en kan het al gaan regenen. En deze wolken en regen breiden zich in de loop van de dag uit naar het zuidoosten van het land. Het wordt 18 tot 22 graden en dat is nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het hooguit 17 graden. Dat is een stuk koeler dan we de afgelopen maand gewend zijn geweest. Verder is het wisselend met wolken, zon en soms een paar buien, vooral in het noorden van het land. In het weekend hebben we minder wind en is het nog steeds wisselvallig met zon, wolken en een paar buien. En ook blijft de temperatuur aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de komende tijd, dan zien we dat die temperatuur toch onder de 20 graden blijft. Vooral in het weekend is dus aan de koele kant. Maar na het weekend gaat de temperatuur weer iets omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.